om er een dankwoord te uitspreken. En u kunt zich voorstellen dat ik me hier op heb kunnen voorbereiden. Dus ik lees het ook min of meer voor. Maar ik wil in ieder geval bij deze van harte alle danken die mij de Geert Grote Prijs 2014 gegund hebben voor mijn publicitair werk op het gebied van de moderne devotie. Dat de stichting Geert Grotehuis mij op basis van het rapport van een driehoofdige jury hiervoor uitverkoren heeft, beschouw ik als een ere die ik dankbaar en met grote erkentelijkheid wil aanvaarden. Het is immers ook Deventer als zodanig die mij deze eer gunt. Deze prachtige en fiere stad aan de IJssel werd rond 1375 de hoofdstad van de moderne devotie, de beweging van vernieuwde innigheid die door Geert Grote aan de Begijnstraat geïnitieerd was. Thans is zij met Zwolle, dat rond 1500 die rol van Deventer overgenomen heeft, toonaangevend in tal van die initiatieven die het rijke spirituele en sociale erfgoed van de moderne devotie mobiliseren tot opbouw van een betere, zorgzame, menswaardige samenleving binnen de stedelijke context. Dat ik daartoe, zoals ik gehoord heb, vele verdiepende en verbredende bijdragen aan kennis over Geert Grote en diens streven heb mogen leveren, kan ik alleen maar met vreugde ter kennis nemen. Zelf ben ik daar mij minder van bewust, al is mijn werkhouding in het wetenschappelijk onderzoek van dit rijke erfgoed altijd getekend geweest door de behoefte om de vruchten ervan er broederlijk en met zoveel mogelijk mensen te delen. Deze mensen, dames en heren, weet ik vandaag vooral vertegenwoordigd in hoogwaardigheidsbekleders als de commissaris van de koning in Overijssel en de burgemeesters van Zwolle, Deventer en Heerde, maar ook in besturen van een groot aantal stichtingen, zoals Geert Grotehuis op de eerste plaats, Thomas de Kempis, Piet Tillema Fonds, Realisatie Gedachtegoed Geert Grote, Vrienden Geert Grotehuis en de 180 deelnemers daarvan, Standbeeld Geert Grote en, niet te vergeten, de vele vrijwilligers van het Geert Grotehuis dat zich zo fier verheft boven de middeleeuwse kelders van het heer Florenshuis aan het fraai gerenoveerde Lamme van Diezenplein. Dames en heren, mijn grootste dank geldt de Orde van Carmel, die door haar eeuwenoude spirituele en mystieke traditie bij uitstek het milieu biedt om, eerder aan professor Titus Brandsma en later aan zijn jongere zusters en medebroeders, onder wie ik mijzelf mag rekenen, in het eigen geestelijk erf van de Nederlandse geestelijke literatuur de schatten op te graven die het hart ontvlammen en het verlangen van de ziel levend houden. Deze te mogen identificeren, deze teksten te analyseren, te interpreteren en te publiceren, heb ik als lieve vrouwenbroeder, de middeleeuwse aanduiding van een karmeliet, steeds mogen ervaren als een passende manier van broederlijk delen met een onbekend aantal vaak gretige lezers. Met mijn onlangs voltooide boek Salome Stikke, 1369 tot 1449, en de oorsprong van de moderne devotie, meen ik mijn wetenschappelijke carrière van bijna 45 jaar aan het Titus Brandsma Instituut te mogen afronden. Ik heb in mijn zwalende zang vooral hulde willen brengen aan, zoals het motto van het boek luidt, aan de talloze vrouwen die door alle eeuwen heen
aan de kerk haar breedste draagvlak geven. Dit laatste boek zal binnen afzienbare tijd bij uitgeverij Verloren te Hilversum verschijnen in de reeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum van de Korenhert Stichting onder redactie van Gerlof Verwij en in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut, waaraan ik sinds 1 september 1970 tot het grootste genoegen werkzaam heb mogen zijn. Ik gun het boek straks een breed publiek, omdat het de schijnwerper richt op de vele vrouwen die de kerk en de samenleving zozeer het onmisbare religieuze en meest solide sociale draagvlak verlenen tot opbouw van de plaatselijke gemeenschappen en van alle betrokken personen daarbij. Dank u voor uw aandacht.